Hallo, vandaag bekijken we een iets moeilijker vraagstuk. Het gaat als volgt. Verdeel 60.000 euro onder Jan en Piet, zodat Piet 4 keer zoveel krijgt als Jan. De bedoeling is dus dat we proberen te achterhalen welk deel voor Jan is bestemd en welk deel voor Piet is bestemd. Je zou kunnen denken dat er hier eigenlijk twee onbekenden in het spel zijn, en dat is eigenlijk ook wel zo. Namelijk de geldsom voor Jan is de ene en de geldsom voor Piet is de andere. Je zou dus ook kunnen vermoeden te moeten werken met X en Y. Maar dergelijke vergelijkingen bestuderen we nog niet in de eerste graad van het middelbaar, dat komt pas later aan bod. Als we goed toekijken, dan stellen we vast dat er een verband is tussen de twee onbekenden. Namelijk, Piet moet 4 keer zoveel krijgen als Jan. Het verloop voor het vraagstuk gaat zoals altijd in een aantal fasen. De eerste fase is keuze onbekende. Eigenlijk zou ik bijna moeten zeggen keuze onbekenden. Laat ons kiezen voor de letter X en we gaan nu beschrijven wat X voorstelt. In principe ben ik vrij en mag ik zeggen X stelt voor de geldsom voor Jan of X stelt voor de geldsom voor Piet. Nochtans is het van belang om te kijken wat het verband is tussen de twee om het eigenlijk allemaal handig te laten en vlot te laten verlopen. Ik denk dat de beste keuze hier is te kiezen voor X stelt voor het geldbedrag voor Jan in euro. En als we dan in de tekst gaan kijken, dan zien we dat Piet 4 keer zoveel moet krijgen als Jan. Dus dat betekent x maal 4, ofwel 4 maal x, ofwel 4x, stelt voor het geldbedrag voor Piet in euro. Tweede fase nu. Daar gaan we de vergelijking op stellen. We gaan dus het vraagstuk vertalen naar een vergelijking. We gaan daartoe het vraagstuk opnieuw lezen. Verdeel 60.000 euro onder Jan en Piet. Er zijn dus maar twee personen die een deel van die geldsom moeten krijgen. Dat betekent dat als ik het geldbedrag voor Jan neem en daarbij optel het geldbedrag voor Piet, dat dat in totaal samen die 60.000 euro moet zijn. De vergelijking ziet er dan ook uit. X plus 4x is 60.000. We gaan naar de volgende fase, de vergelijking oplossen. Dat doen we op de gekende manier. We kijken of er haakjes zijn, die zijn er niet. Nu gaan we termen overbrengen. Onbekende termen naar links, bekende termen naar rechts, maar zoals je kunt zien is dit eigenlijk al oké. Nu gaan we in de derde fase de vergelijking herleiden tot zoveel keer x is zoveel. Dus x plus 4x, dat betekent eigenlijk 1 keer x plus 4 keer x, samen 5 keer x is 60.000. We hebben een vergelijking van de vorm a maal x is b. We gaan nu die factor 5 voor die onbekende wegwerken. Er staat 5 maal x, oftewel x maal 5. Dus dat betekent dat wij die factor wegwerken door op de omgekeerde bewerking over te gaan. Dus dat wordt 60.000 gedeeld door 5. En wij bekomen dan ook x is gelijk aan 12.000. We zijn er bijna. Nu kunnen we een antwoord formuleren. We moeten die geldsom verdelen onder die twee personen. X, dat stelde voor, als we terugkijken, de geldsom voor Jan. Dus ik mag schrijven, Jan krijgt 12.000 euro. En Piet ontvangt 4 keer zoveel. Dus 4 maal 12.000, 48.000 euro. Een controle is hier snel gebeurd natuurlijk. We zien dat ze samen inderdaad die 60.000 bereiken. En we zien ook dat Piet 4 keer zoveel krijgt als Jan.